U kijkt naar Omroep Krijtland met vandaag de volgende programma's. Het regiojournaal. Het affiche. Wij zijn vandaag 22 november in het gemeentehuis van Gulpen-Wittem voor de uitreiking van de jongerenlintjes. Het is de eerste keer dat dit in onze gemeente plaatsvindt. We gaan kijken waar het fenomeen vandaan komt en wat de jongeren die een lintje hebben mogen ontvangen ervan vinden. Hold out the holly, put up the tree before my spirit falls again. Fill up the stocking, I may be rushing things, but deck the halls again now. Volgens mij vinden jullie het allemaal heel spannend, want jullie weten niet wat er gaat gebeuren. En ik vond het 2 weken geleden ook spannend, want toen was ik bij jullie op school voor het jeugdontbijt. En toen wist ik ook niet precies wat er ging gebeuren, dus nou weten jullie een klein beetje hoe dat voelt. Hè? Burgemeester, wat vond u van de sfeer vanavond hier in het gemeentehuis? Ja, ik heb er zelf enorm van genoten. Het was de eerste keer dat in Gulpen-Wittem jongerenlintjes werden uitgereikt. En de kinderen van de basisschool waren met een smoes naar het gemeentehuis gekomen. En ook de pianist wist van niks. Ja, het was in één woord geweldig. Iedereen heeft ervan genoten. Waar kwam het idee vandaan en wanneer is het idee ontstaan? Nou, begin van het jaar heeft de gemeenteraad van Gulpen-Wittem gevraagd van, goh, kunnen we niet iets aan een jongerenlintje doen? Hè, volwassenen krijgen met de lintjesregen, met Koningsdag, ook die mogelijkheid om gewaardeerd te worden voor, nou ja, vrijwillige inzet. En zo is het jongerenlintje ontstaan, dus we hebben dat als college opgepakt. En nou ja, vanavond zie je daar het eerste resultaat van. Oké, duidelijk. Is er nog een bepaalde commissie in het leven geroepen die daarover beslist heeft? Ja, dat klopt. Wij doen de selectie niet zelf. Kinderen kunnen aangemeld worden of groepen kinderen kunnen aangemeld worden. En er is dan een selectiecommissie die dan uit de aanmeldingen een keuze maakt. En aan het college zegt van nou, wij vinden als commissie dat deze kinderen het jongerenlintje verdienen. Wat vonden jullie van deze avond? Ja, echt geweldig dat we dit mochten meemaken. Het was voor mij echt een grote eer. En jij, Femke? Ja, hetzelfde. Oké, wat gaan jullie met de spullen doen? Krijgen ze een leuke plaats thuis? Ga je er op schoorsteen zetten of wat gaan jullie ermee doen? Ja. Ik ga hem op een leuke plek zetten in mijn kamer. En jij, Marijn? Nou, ik heb net een nieuwe kamer, dus dat gaat wel lukken, mooi op mijn bureau. Daar kan ik elke dag naar kijken. Je speelt ook kerkorgel, dat is ook heel bijzonder. En ik heb begrepen dat je in Rijmerstok wel eens een speler was en dat mensen zeiden van nou, dat vinden we zo mooi. Ja, kan je dat niet vaker doen? En je luistert nou ook heel veel kerkdiensten op, hè? Rijmerstok en in Gulpen. En in het klooster in Wittem, in ieder geval de oude kerk in Wittem. En dat is toch wel heel bijzonder. Je speelt nu elk weekend in de kerk. Af en toe begeleid je ook een koor. Ja, dat is samenzang. Samenzang, ja. Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder, want je trekt je er eigenlijk helemaal niets van aan wat anderen vinden van klassieke muziek. Sterker nog, je probeert ook andere jongeren te overtuigen dat ze ook eens naar die mooie muziek moeten luisteren waar jouw passie ligt. En dat is mede de reden waarom de selectiecommissie ook heeft gezegd van Chris Wouters verdient ook dat jongerenlintje. Zaterdag 25 november werd er in de toeristenkerk in Gulpen een bijeenkomst georganiseerd. Iedereen met interesse in de lokale politiek was uitgenodigd. Marion, ik heb je net een aftrap horen maken van de nieuwe politieke samenvoeging. Wat moet ik zeggen, PRO of PRO? PRO is het, ja, PRO Gulpen-Wittem. En dat betekent zelfs voor, hè? Dus wij zijn voor Gulpen-Wittem. Wij willen goede dingen doen voor de mensen van Gulpen-Wittem. Ja, pro Gulpen-Wittem, als ik jouw folder bekijk, dan zie ik daar een groene P op staan en een groen Gulpen en RO in het rood en Wittem in het rood. Heeft een bepaalde betekenis? Nou, wij zijn
ontstaan uit zeg maar een samenvoeging van een GroenLinks, Partij van de Arbeid, een aantal mensen in Gulpen met name, die gezegd hebben van wij willen het anders. Wij willen graag ervoor zorgen dat er een andere wind waait door Gulpen-Wittem bestuurlijk. En wij willen daar goede dingen voor doen. Nou, daar hebben we over gekozen, van wat voor kleuren moet je daarvoor gebruiken en wat is daar herkenbaar in, hele avonden over gehad. En we hebben uiteindelijk toch gekozen voor rood en groen, omdat dat toch wel de thema's zijn waar wij ons ook de komende jaren voor willen gaan inzetten. Dus voor de mensen, voor een mooi landschap en natuurlijk voor een heel eerlijk bestuur. Ja. Maar dan leg ik toch weer het verband van de kleuren naar GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Want daarvan is het eigenlijk een samenvoeging. Valt nou door Pro Gulpen-Wittem GroenLinks en Partij van de Arbeid helemaal weg? Ja, GroenLinks en Partij van de Arbeid gaan niet meer meedoen met de verkiezingen volgend jaar. Dus ik heb natuurlijk altijd voor GroenLinks de afgelopen 12 jaar in de gemeenteraad gezeten. En de Partij van de Arbeid heeft helaas de afgelopen periode niet mee kunnen doen. Is op de achtergrond hebben we contact gehouden met een aantal mensen van de Partij van de Arbeid. Het betekent dat wij elkaar hebben gevonden. Maar het is echt de bedoeling dat ook mensen die geen binding hebben met landelijke partijen en zeggen van we willen toch wel graag een andere wind, wat ik net al zei, dat die ook zeer welkom zijn. Dus dat is toch echt wel ons, daarom hebben we ook echt niet voor een GroenLinks streepje Partij van de Arbeid gekozen, maar echt voor een nieuwe naam, voor een lokale partij. Betekent dat dat jij je lidmaatschap van GroenLinks opgezegd hebt? Nee, en dat ga ik ook niet doen. Dus ik vind het namelijk te leuk om ook bindingen te houden met provinciale collega's en in andere gemeentes. Vooral in Maastricht heb ik een paar collega's van GroenLinks waar ik veel contact heb. Af en toe naar landelijke bijeenkomsten gaan. Maar ik ga me hier niet meer als GroenLinks profileren. Dat betekent dat er toch nog ergens een GroenLinks toontje blijft doorklinken naar de gemeente Gulpen-Wittem. Net als een Partij van de Arbeid toontje. Nou kijk, de thema's, het gaat erom, wat wil je nou eigenlijk doen? En ik kan natuurlijk niet zeggen, ik ben ineens een ander persoon. Hè? Ik blijf gewoon voor die idealen staan waar ik ook onder naam van GroenLinks de afgelopen jaren voor heb gewerkt. En dat is met name staan voor de mensen. Voor de mensen die, moeilijk zelf een eigen stem hebben. Die werkloos zijn, gehandicapt, de jeugdzorg, mensen met armoede en zo. Dus dat stukje, dat hoort bij me en daar wil ik ook nog steeds voor gaan. Dat is ook, en of dat nou onder welke naam, dat ben ik en dat ga ik doen. En dat willen we vooral breed uitzetten, zodat je ook ideeën van andere mensen daarin mee kunt nemen. Lids vond in Wittem een bijzonder concert plaats. De kloosterbibliotheek wordt het decor voor Heuveland zingt voor boskankeronderzoek. Verschillende artiesten verleenden belangeloos hun medewerking voor deze speciale gebeurtenis. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om het mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen. Het worden ook voor een bijzonder doel. Want 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Ja, dat klopt. 1 op de 7 à 8 vrouwen, 140.000 vrouwen per jaar. Maar ook 100 mannen per jaar worden getroffen door de ziekte borstkanker. Gelukkig kan dit steeds meer genezen worden. Maar om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen is er gewoon nog steeds geld nodig. En Kankeronderzoekfonds Limburg zorgt ervoor dat het geld in Limburg ook besteed wordt. En dat die onderzoeken hierop uitgevoerd kunnen worden. Listen to the wind blow coming from the promised land, changing every corner and every broken.
Want er is inderdaad een hele grote genezingskans, maar toch sterven er nog jaarlijks 3000 mensen. En dat zijn er 9 per dag. En dat is eigenlijk wel heel erg goed over na te denken hoe belangrijk het is om geld in te zamelen. En hoe zamelen we dat geld in vandaag? Nou, dat doen we met acties zoals dit, maar we hebben deze maand ook de actie Limburgse Decolletés. Door heel Zuid- en Midden-Limburg zijn er een heleboel winkels die een actieproduct hebben. En van ieder product wat gekocht wordt, wordt bijvoorbeeld een klein gedeelte wordt... aan het onderzoek wordt het gedoneerd. Afgelopen jaar hebben we de actie voor de tweede keer gedaan en toen hadden we een mooi bedrag van bijna 25.000 euro bij elkaar en dit jaar hopen we dat te overtreffen. En ja, dat zijn we met dit soort acties. We hebben deze week brownies verkocht in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Allerhande dingen zijn we aan het doen om dat voor elkaar te krijgen. Ooit zou ik verdruimen, maar doen heb ik recht. Ik stond met wieven op de grond, ik stond met wieven op de grond. Ik hou echt van het leven dat mij oprecht. En doe het nu voor op de mond, en doe het nu voor op de mond. Hoed hou ik verdruimen, maar nu neem ik echt. Ik stond met wieven op de grond, ik stond met wieven op de grond. Ik hou echt van het leven, dat meen ik oprecht. En puur het nu vol op de mond, en puur het nu vol op de mond. U heeft er ook voor gezorgd dat door het kopen van uw entreekaartje dat geld sowieso al naar het borstkankeronderzoek gaat. Maar ik zag jou net ook lekker smikkelen aan iets. Ja, je bent gespot. Vertel. Ik heb al een reputatie van iemand die heel veel ijs eet. En vanavond hebben we Gio, die is hier met zijn ijs ook aanwezig. Als u in de pauze een ijsje koopt, dat geld gaat ook volledig naar het borstkankeronderzoek, naar het doel van deze avond. Dus koop een lekker ijsje, is echt lekker. Ja, vandaag wordt er niet geleid. We gaan gewoon optimaal ijs eten. We krijgen allemaal goedkeuring. Ja, jasje gaat heel goed dicht. Je hebt nog een paar kilo wat er wel bij kan. Komt heel goed. In de deur, op een bankje vlak wie. En zit een man te knoten op al wat ze zien. En ze weten, wij krankjes of zelfs doet geen machine. Weten wie, voor de man zelf of ze kinderlijkheid creëren. Weten wij er failliet geeft. Hoofdrik van de steun, werd er weinig met wijheid, zo het wit men gewoon. Werd er al wat gezag ben, werd al van dien zus, werd er wat er gedacht werd, werd de zus wie ze dus. Op het dorp, op het dorp, toffer vaak de pastoer, nee, dat is geen bezwoer, want men weet niet heuk, want ze zijn niet geschreven. De regels van het dorp, middengewet is gebleven. De maat snijdt de maat en de maat zit wie het heurt. Wie het heurt, heurt niet wie. En hij weet dat er steur, want hij heurt niet er wie. Maar zolang ze man middels en al jongere kieks
lieve deur, fijne deur. En we wachten niets op de deur, op de deur, op de deur. Op de deur, op de deur, op de deur. Moment, jij hebt genoten de hele avond, maar dit is wel het spannendste moment voor jou, want hier gaat het om. En dat gaat Guilaine even vertellen. Ja, ik ga het opbouwen, stukje voor stukje. De kaartverkoop.
dat was 290 euro. Daarbij kwam extra donatie, 22 euro en 10 cent. Toen is er nog ijs verkocht, 145 euro. En daar is 200 euro van gemaakt, met heel veel dank. En dan zijn we heel erg trots om het Borstkankeronderzoekfonds Limburg, gewoon de Limburgse décolletés. Ja, ik heb helaas weinig décolletés gezien hier, maar goed. Dat... Ja, de bril botsen, oh dat is het. Oh. Jij had niks te klagen gedaan, nee dat dacht ik wel. Nee, maar goed, wij mogen jou toch een bedrag, en kijk hier zit niet alles in natuurlijk, maar... Je zit een hele hoop in. Een bedrag van 1102 euro en 10 cent mogen we overhandigen. Daar hebben we heel graag gedaan. Daar hebben we met z'n allen gedaan. Wij hier, alle artiesten, behalve jullie in de zaal. Dank u. Hey, ik vond dit echt een fantastische avond. En jij had het toen straks over The Voice. Maar ik denk dat wat we hier vanavond hebben gezien was echt fantastisch. Schitterende avond. En ik hoop dat u ook allemaal genoten hebt ervan. Los van de opbrengst voor het borstkankeronderzoek. Waar ik natuurlijk namens Kankeronderzoekfonds Limburg heel erg dankbaar ben. Hartstikke bedankt daarvoor. Iedereen hartstikke bedankt voor jullie komst. En alle artiesten bedankt voor jullie medewerking. Dank u wel. Dank u wel. Tot de volgende keer. Is gebleven op de geboortegrond, de woeste grond. Geen buil kap ons de wortels af. Ons lijf blijft in de heim. Ons kent geen pijn van het vertrek, enkel van verlaten zijn. Sommigen van ons, omdat ons hart ons nergens anders bracht, blijven hangen, omdat de zwaartekracht nergens anders harder aan onze enkel strekt dan in het zuiden van dit land. Anderen, omdat ze jaren terug de grond al waren ingestoopt. Sommigen van ons, met adem in hun longen nog, van het verdwaalde dweilorkest. Al lukt het je, je wortels af te kappen. Als je van Limburg bent, groei je nergens meer opnieuw. Je valt niet te stekken, nee. Onze geboortegrond stroomt als de aarde door je aderen. Geen ander land kan grof zijn.
Het maakt niet uit waarin je vlucht, want je komt altijd terug naar ons. Lieve pap, lieve mam, kijk mij stond ganz alleen, kreeg je op zoek mijn weg. En vooral wordt eerst in het zwiebel die vermoedig gewoon heen. Ja, waarheen? Ik vertel dat het goed kunt, heel rustig en kalm. Dit is wat ik wil, wat ik voel, ik gewoon heen. Ja, waarheen? Zo'n schik, je verwacht het niet, hè? En ik moet zeiken. Dames en heren, tijd voor een beetje actie. Ik zie een aantal mensen kijken met een blik van meneer Horbach. Ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het, dan gaat er niks mis. Nou, dames en heren, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Nou, dames en heren, ik heb enorm veel schik, want we gaan vandaag bloem schikken. Oh, Wim, begin niet te snel, we schrijven mee. Dames en heren, het bloem schikken. Zoals een oud-Hollands spreekwoord zegt, een heel oud-Hollands spreekwoord zegt bij bloemschikken, dames en heren. Wanneer de bloem in de verske staat en de fjette komt eronder met de poken, dan heb je zo het ruske heurlas en heb je het ruske boeien met ruske loon. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, het belangrijkste bij het bloemschikken. Oh, weten we niet, vertel me om, desnoods betalen we meer. Dames en heren, het belangrijkste bij het bloemschikken is natuurlijk de helm. Hedwig, vertel mollig uit. Ja, dames en heren, de helm. Stelt u zich naar voren. Ik ga lunchen, de Bemke is aan het eten en ik gooi mijn broodtrommel iets te hard weg en die stuit er terug. De helm. Kan ik vaak genoeg zeggen, dames en heren. Stel je maar voor, ik glij uit. Oh jee, ik val. De helm.
kan ik vaak genoeg zeggen, dames en heren. Het bloemschikken kent één basisprincipe, dat kennen we allemaal. Ja, dat weten we wel, maar we hebben betaald. Nog een keer. Nou, dames en heren, het basisprincipe. Ik zie een paar middelbare mensen vooraan zitten, die weten het wel. Je gaat een beetje schuin afsnijden. Altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, mag met een schaartje, mag met een mesje. Als de dames en heren, nogmaals de boel maar schuin afknippen. Je verwacht het niet, hè? Je denkt, je doet dat, doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Nou, dames en heren, heel belangrijk. Dwayne, ga door, laat je niet afleiden. Geef alles. Nou, dames en heren. Nou, even opletten, hoor. Het belangrijkste bij het bloemschikken is dat we onthouden dat het af en toe niet schikt. Oh, wanneer niet, wanneer niet, wanneer niet. Ah! Nou, dames en heren, vandaag schikt het niet. Let heel goed op. La 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 la. La 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 la. Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee. Ha! Oh jee, ik glij uit. De helm. Heel goed, meneer. Heel goed. Oh jee, er komt een hamer uit de lucht gevallen. De helm. Dames en heren, we zijn nog niet helemaal klaar met het bloemschikken, want we moeten hem nog een beetje bijknippen. Oh, Dwayne, wat zie je dat goed. Wat leren we veel. Nou, een beetje bijknippen. En ook hier weer, dames en heren, het belang van de helm. Let u goed op. Gaat heel lang goed. Zou je denken, hè? Oh, jee! De schaar flipt weg. De helm. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, dames en heren. Dwayne, ga door! Nee, gaan we niet. Ik zie een aantal mensen kijken namelijk met een blik van... Wordt het niet eens tijd voor een moment van rust? Nee, Dwayne, we meer, meer, meer! Ah! Nou, wordt het niet eens tijd om te kijken of mijn vrouwtje nog wel van me houdt? Wel niet, wel niet! Doet hij er gewoon tussendoor! Ja. Wel niet, wel niet. Wel. Ze houdt nog van me. Oh, wat goed man, wat goed man! Nou, kijk eens hier, ik heb een bloemetje voor mijn bloemetje. En bloemetjes hebben zaadjes. En zaadjes die kan je heel diep planten. Meisje? Ja, ja, kom jij eens hier. Zaadjes planten, lekker. Kom eens hier. Ja, kom, kom maar, kom maar. Kom eens hier. Meisje! Ik heb met mijn vrienden even nu tijd voor school en werk. Dan komt de vraag, wie heeft het grootste al gecheckt? Snel overeind, want je weet het maar nooit. De les staat je laden en ik leef op het nog. Het staat me wel te pijn, zijn wanneer je in het vrij bent. De grootste op het scherm, leeft dat goed? Ja, dat denk ik, ik heb eerst
voordat de bel weer gaat. Vandaag is het cadeautje, ben ik ooit stik. Les is gewonnen, is fijn, maar de man. Ik kan het vaak doen, helaas gebeurt het niet. Ik kijk als ik zie, ik heb het eerste uur vrij. Zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.